Een markant kenmerk van deze regering is het decentraliseren van de gezondheidszorg. Enkele voorbeelden zijn de diverse huisartsenposten, inclusief apotheek, die geopend zijn in het centrum van Paramaribo, de huisartsenposten Sophiaslust Wanica en de huisartsenpost bij het Militair Hospitaal. Op vrijdag 7 februari was er nog een markant moment, namelijk de technische oplevering van het streekziekenhuis Wanica. Vooruitlopend op de operationalisering van dit ziekenhuis werd op vrijdag 7 februari een spoedeisend huisartsenpost annex apotheek in gebruik genomen. Ter gelegenheid hiervan heeft de vicepresident van de Republiek Suriname de aanwezigen toegesproken. Hij gaf onder meer aan dat dit ziekenhuis een uitvloeisel is van de structuurplanning waarmee de regering Bouterse Adien is gestart. In 2013 werd ik gevraagd door de president: word minister van Onderwijs. En hij zei: onderwijs en volksgezondheid zijn de twee belangrijke pijlers. En waarschijnlijk had hij al vooruitgezien, 10 jaren, want hij was al aan het projecteren wat er zou gebeuren. De twee belangrijkste pijlers van ontwikkeling, gaf hij aan, onderwijs en volksgezondheid. En wat we vandaag hier hebben, China, met de ambassador, de excellentie, through this gift, we have come closer together. You have touched our hearts. This gift is a sign that we have broadened, like we said, the strategic partnership to very close and more close. If you say this is the biggest project that we've done, then this is the closest that we have come together. In het structuurplan is dus een goed overzicht gemaakt van de ruimtelijke inrichting waar de scholen, huizen, ziekenhuizen, etc. moeten komen. Zoals men heeft gemerkt, is de regering begonnen met de bouw van huizen te Altona, allen in het kader van een duidelijke planning. Als grote denker zou je wel vooruit moeten kijken. En u weet hoeveel projecten nu opgeleverd worden en hoe lang geleden ze in het brein van die grote denker gekomen zijn. Het duurt altijd wel tijd om zaken te realiseren. En mij vaak kritiek, ja, de zaken komen laat. 10 jaren heeft het geduurd voordat wij zijn waar we zijn. Met alle obstakels en alles dat erop en eraan moest komen. In die zin is ontwikkeling, en vaak zegt men dan, ja, maar dan waar blijft die ontwikkeling? Ik vind het altijd vreemd. In de definitie van ontwikkeling, de definitie is volgens zin, is het weghalen van onvrijheden. De vrijheid die wij krijgen om niet ziek te zijn, wordt bij deze helemaal weggehaald. Kansen bieden voor mensen die in de buurt zijn, als er een levensbedreigende situatie ontstaat, dat het kans op het gered worden veel groter is. Zekerheden geven aan mensen voor een goede gezondheid is een complexe zaak. Net het lichaam, hoe complex het lichaam is. En om een complex ding op te lossen, kost het een integrale benadering, maar een holistische benadering ook. We hebben hier staan een integrale benadering. We hebben de private sector gehad. We hebben local contractors gehad. We hebben friendships, we've got friendships from China. We hebben een jong kader ingezet. We hebben alle nutsmensen bij elkaar gehaald. We hebben integraal iets neergezet waarop we heel trots mogen zijn vandaag. We hebben het ook holistisch benaderd. Want vandaag merken wij, en u weet dat hier er een alternatieve geneeswijze ook geïntroduceerd wordt. Want de gezondheid is niet alleen lichamelijk, geestelijk, emotioneel, energetisch. Wordt er ook Chinees. En u weet, we hebben laatst getekend traditionele geneeswijze. Geneessystemen van Suriname. Die willen zullen certificeren en accrediteren. Die ook een bijdrage zullen leveren aan een holistische benadering van gezondheid. Straks hier in Suriname. We hebben Kubanen. We hebben vriendschappen bij elkaar gehad. We hebben het integraal benaderd en we hebben het holistisch benaderd. De vicepresident gaf tevens aan dat dit ziekenhuis niet alleen speciaal voor de burgers van Wanica is bestemd, maar voor heel Suriname.
Bij eventuele calamiteiten hoeven slachtoffers niet meer naar Paramaribo te rijden voor medische hulp. Er kunnen dus vele levens worden gered. Als wij vandaag een succes mogen zien, er zullen 50 jaar, 100 jaar mensen hier op de stoep komen. En gezondheid zoeken. Sommigen zullen in rust vertrekken, sommigen zullen geboren worden. Maar die 50 tot 10 jaren die wij hier investeren, is inderdaad een cadeau, zoals de heer Subhan dat zei. Laten we met trots dit cadeau in ontvangst nemen. We hebben dit samen kunnen doen in de woorden van de president. Zoveel mensen betrokken, dat mogen we er trots op zijn, dat we een toekomst gegeven hebben. En al die emotie die hier zal komen, van blijdschap, maar van ook verdriet. Dat wij dat cadeau kunnen geven aan de mensen, is iets heel groots voor Suriname. En we feliciteren iedereen. We hebben dit samen kunnen doen. En we zullen dan zeggen in de toekomst, wat we er zullen zijn, zullen we, is wat wij ervan gemaakt zullen hebben. Vandaag hebben we iets hier gemaakt, dat we allemaal heel blij, heel trots op mogen zijn. Namens de president, hij kon er vandaag niet hier zijn, zeggen we zijn heel dankbaar. Heel Wanika, take you big up. Dit is voor jullie allemaal. Dank u wel. Het ligt in de bedoeling dat in het Wanika ziekenhuis naast de standaard medische diensten ook alternatieve geneesmethoden zullen worden aangeboden. Tot slot bleef de vicepresident stilstaan bij het feit dat gezonde burgers zowel geestelijk als fysiek goede arbeid kunnen leveren en daardoor een positieve bijdrage kunnen leveren bij de ontwikkeling van Suriname.